bij de avondreces. We gaan uitkijken naar de schommelende situatie. Drie ronden acht zijn nu aan de leiding. Bij dit jaar van de laatste ronde. Bij dit jaar van de laatste ronde. Met Rudy Thomas. Met de 38. Het is Patrick Jacobs, die dan ook door iedereen uitzicht het regen gedaan mag worden. Nu een paar voorbereiden van de Kutvrede, Patrick Jacobs. En dan gaan we uitzicht naar de tweede plaats van vandaag. Ook naar Max geschreven voor het worden van Lucke van het Landwerk. En dan de plaats voor Rudy Thomas. Goed, dat zijn degenen die al veel van mij voorbij kwamen. Het is ritmeest voor vandaag voor Patrick Jacobs. Die dan vandaag deel is geworden. Die gaan vandaag voor de top 5 plaatsen worden. Ik denk wel. We zijn natuurlijk uitgeroepen naar het verloop van de wedstrijd. We gaan dan vragen om nog altijd een plaats te zoeken achter de afsluiting. We moeten uitkijken voor de 6e plaats. We zijn vandaag Patrick Jacobs naar de gekomen voor de prachtige bloemen die we aan het eind van de ritten kunnen meegeven. En bloemen worden vandaag afgeleverd door Peter en OCW, voorzitter Sonja van Valsheden en gemeenteraadslid Sonja Bosmans namens het komen. En spurten glazen voor de 6e plaats. Dus spurten glazen voor de 6e plaats. Met de nummer 6 Joost Pieters gaat er vandaag door de wedstrijd in de tweede plaats van Lieve Bakker en de zesde plaats van Lieve Koning. En dus dat zijn de eerste drie van de Kettle-Rugby-ERX. En we moeten uitkijken voor de vierde plaats. Dus ik heb drie.